Ik bedoel, er zijn mensen bij die willen best 2,5 euro betalen. En er zijn ook een heleboel mensen bij die kunnen het niet betalen. Dus ja, waarom moeten we dan zo extreem gek gaan doen? Het bekende melktappunt in Ten Boer stopt ermee. Bezoekers konden bij het tappunt vers en rauwe melk kopen. Volgend jaar komt er een nieuwe wetgeving. Deze wetgeving zorgt ervoor dat melkveehouder Erwin Bijman ermee kapt. Er worden extra controles weer gemaakt op het feit van rauwe melk. Ja, ik vind het zelf, zeg maar, vind ik het een beetje bureaucratisch, zeg maar, dat we daar nu weer een extra controles van iedere maand. Weer een controle, zeg maar, met oplopende kosten naar, ik geloof, tussen de 350 en de 400 euro, zeg maar, wat het sowieso gaat kosten. Voor het onderzoek, zeg maar, naar de rauwe melk of E. coli of salmonella erin zit. En waarom zeg ik bureaucratie? We kunnen hier vanuit de grote tank, vanuit de melkfabriek, wordt alles gecontroleerd. En dan gaan we weer een extra controle doen, zeg maar, op de kleinere punten. En dan denk ik van ja, als je echt kwaad wil, zeg maar, dan kun je het uit de grote tank het ook halen. En dan heb je niet de extra controle voor de melktappunten nodig. Door de kosten van de controles is het gewoon niet meer rendabel. We spelen in principe kiet. Ik bedoel, ik verdien er eigenlijk niks aan. In het begin zaten we om en bij de 40 liter per maand, 50 liter per maand. Dus eigenlijk stelde geen reet voor en dan had je eigenlijk moeten zeggen van nou, verkopen maar, want het kan niet uit. Alleen we hebben gezegd, we hebben het toen aangeschaft, we zijn ermee doorgegaan. En nou ja, eigenlijk het laatste half jaar, zeg maar, zaten we eigenlijk in de buurt tussen de 10 en de 15 liter per dag. Zeg maar. Dus dat houdt in dat er toch minimaal 10 mensen zijn, zeg maar, die iedere dag weer melk kwamen halen. Zeg maar. Maar goed, het is voor ons een stukje, zeg maar. We zijn er in 2017 mee begonnen om de mensen ook wat dichter bij de boeren te krijgen. Laten zien wat we doen. Daar zijn we een beetje met de melktap van nou, laten we dat gewoon proberen. Dan kunnen mensen proeven, dan kunnen ze proberen, kunnen ze kijken. Ik wil iedereen zo vrij om in de stal te komen bij ons. Dat is ook helemaal geen probleem. Maar hoe reageren de trouwe melktappers op het nieuws? Een beetje wisselend. De een zegt van we willen er wel meer voor betalen. De ander zegt we vinden het ontzettend jammer. We vonden dat een hartstikke lekkere melk. Ik bedoel, iedereen was er heel positief over. Alleen de meeste mensen snappen het wel. Eigenlijk moet je gewoon kiet proberen te spelen. Ik bedoel, dat ging het voor ons uit. Ik bedoel, een ander die zal er misschien op willen verdienen. Ik bedoel, dat snap ik ook. Ik bedoel, aan de andere kant ben je ook hartstikke gek. Wij rekenen, nou ja, de uren die we erin stoppen, zeg maar, nou ja, die nemen we dan niet echt mee, zeg maar. Anyway, je hebt een keer schoonmaken, je moet een keer bijvullen, je moet een keer de eieren bijvullen, een keer dit, een keer dat. En het stroom wat je rekent, zeg maar. Ik bedoel, als ik dat allemaal nu op papier ga zetten met die extra controle, dan kan ik straks de melk naar 2,5 euro zetten. Nou, en als we op deze manier doorgaan, met minder koeien en de blauwtong wat erin speelt, zeg maar. Ik bedoel, de veehouders die ermee stoppen, zeg maar. Ja, wordt op een gegeven moment wordt het voedsel wordt hartstikke duur. Nou ja, en wij hebben altijd geprobeerd om het voedsel, zeg maar, de melk, gewoon voor een laag niveau, lage prijs, zeg maar, te kunnen verkopen. Dat we kiet spelen en dat iedereen er belang bij heeft. Of het verkooppunt helemaal verdwijnt, daar is de melkveehouder nog niet helemaal over uit. Nou ja, daar zijn we nog over in discussie, zeg maar. Ik bedoel, we zeggen wel van ja, er komen wel veel mensen voor eieren. Maar goed, ik ben een melkveehouder en ik ben geen kippenboer.